Er moet wetgeving worden gemaakt om de amnestiewet, welke niet bindend is verklaard door het constitutioneel hof, in te trekken. Het moet ook duidelijk zijn dat het parlement zich niet mag inmengen in lopende strafprocessen. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Het staatshoofd is van mening dat de uitspraak van het hof van gisteren een duidelijk signaal is naar de Surinaamse autoriteiten. Het hof stelde dat de amnestiewet, welke was voorgedragen ter toetsing aan de grondwet en internationale verdragen, in strijd is met de grondwet. Weet u wat voor signaal het constitutioneel hof aan het parlement geeft, meneer de voorzitter? Laten wij een goed parlement zijn, een rechtsstatelijk parlement zijn. Ons houden aan de taken en verantwoordelijkheden die aan ons opgedragen zijn door de grondwet. En waarvoor het volk ons mandaat gegeven heeft om op te komen voor volksbelangen en niet individuele belangen, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, we zullen kijken, ja, die uitspraak van het constitutioneel hof, meneer de voorzitter, geeft ook een signaal aan de wetgevende macht. En de wetgevende macht zijn wij, parlement en regering. En ik roep vanuit deze plaats, meneer de voorzitter, uw geacht college ook op om samen met de regering als wetgevende macht te kijken of we niet zo snel mogelijk een wet moeten indienen hier zo om die amnestiewet in te trekken, meneer de voorzitter, daar het niet bindend is verklaard door het constitutioneel hof. Tot zover president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in het parlement. Hij gaf verder aan dat de huidige regering rechtvaardig wil handelen en geen fouten wil maken zoals eerder het geval bleek te zijn bij de voorgaande beleidsmakers. De president zegt dat de wetgeving gerespecteerd moet worden door een ieder. Hij riep het parlement op om zich in te zetten een rechtsstatelijk instituut te blijven en te handelen ten behoeve van land en volk.